Hey, luister eens even goed. Het is tijd om een veer in iemands reet te steken. Dat ga ik doen nu. Ja, en die gaat erin bij... Ha! Au! Ja, inderdaad. Bij jouw berghuis. Jij krijgt die kik, die veer, vol in je kont. Ja, ja, want hij was van de zomer zo vervelend, hè, die berghuis. En dan liep hij te klieren over die transfer en dan zou hij bij Feyenoord blijven en dan ging hij naar PSV en niet en wel. En hij was me aan het vervelen. En nu Berghuis, ja, ik was heel kritisch toen en nu krijg je een compliment. Ja, want als je hem verdient, dan krijg je hem van mij ook. Want hij heeft nu gezegd, hey luister, ik blijf bij Feyenoord. Als ik een transfer doe, is het sowieso niet in Nederland. Ik blijf bij Feyenoord en misschien van de zomer ga ik weg. Kijk, dat geeft duidelijkheid. Daar hebben we wat aan. Dat is een heel goed Berghuis. Jij krijgt van mij een applausje. Top in orde. Jongens, hip in de piep hoera voor Berghuis.